Kabul. Ja, afgelopen maandag een zelfmoordaanslag op het parlement van Afghanistan. En op diezelfde dag werd de Nederlandse hulpverlenster Anja de Beer ontvoerd. Lo Kuipers komt uit Baaksum. Hij kent haar heel goed. Hij is bevriend met haar. En hij kent het land en de gevaren. En hij is hier. Hi meneer Kuipers, nu in Baaksum, niet in Afghanistan. U kent Anja de Beer, u bent bevriend met haar, hè? Ja, zo zou je het kunnen zeggen. We lunchen regelmatig samen in Kabul, als we beide in Kabul aanwezig zijn. Ja. En dan praten we een klein beetje bij. Ja. En dus een beetje netwerken, omdat we allebei toch in een andere locatie in het land werken. En dan praten we elkaar wel een beetje bij. Maar je weet onderling welke Nederlanders er daar zitten? Ja, maandelijks is er ook een bijeenkomst op de ambassade, waar de meeste Nederlanders naar de borrel toe gaan om toch te netwerken samen. Ja, weet u iets meer dan, want wij weten alleen dat ze ontvoerd is, we weten niet door wie, hoe het met haar is? Nee, dat weet ik ook niet. Ze is helaas maandagochtend voor haar kantoor door een aantal mannen meegenomen en meestal duurt dat een aantal dagen. Voordat de eerste contacten tot stand komen. Ja, we hebben nu hier in beeld. Ja. Hoe gaat dit aflopen, denkt u? Ja, ik hoop alleen maar goed. Ik hoop ook dat het niet te lang duurt. Vaak is het een kwestie van weken, een aantal weken. En goed wil dan zeggen dat er uiteindelijk een losgeld betaald wordt. Dat ze wordt vrijgelaten. Hoe die onderhandelingen uiteindelijk gaan en of er betaald wordt of niet, dat is nog steeds allemaal koffiedik kijken. En daar kan ik ook verder ook niet veel over zeggen hoe dat verloopt. U werkt ook in Afghanistan als safraanondernemer, komen we er zo over te spreken. U bent daar 7 maanden per jaar ongeveer. Bent u niet heel erg bang geworden hierdoor? Nee, want als je daar bang bent iedere dag, dan kom je aan werken niet meer toe. En dan slaap je slecht en dan ga je fouten maken en dan is het geen plezierig werk meer. Maar de aanslag op het parlement, hè, dat lijkt me dan toch een beetje het kloppend hart van dat land in opbouw. Dat is geeft toch aan dat daar wat aan de hand is. Ja, op die dag zou het parlement de minister van Defensie moeten goedkeuren die benoemd zou worden. Na 8 maanden hadden ze uiteindelijk iemand gevonden die op die post zou benoemd worden. En het parlement moest daar ook zijn zegen over geven. Maar dan laat de Taliban zich ook horen dat zij er ook zijn. Want je mag verwachten dat zijn minister op het moment dat hij in dienst is, en aan het werk gaat, dat die toch overgaat tot de orde van de dag. En dat betekent toch links en rechts toch iets meer handhaven. En de Taliban laat dan zien dat ze er ook nog zijn. Ja, we hebben daar ook beelden van. En dan zie je ook op die beelden, dan voel je eigenlijk de dreiging in dat land. Ik weet niet of we die even kunnen zien. Dat zijn de beelden waar je heel veel politie, militairen op straat ziet. Een verwoest land ook. Deze hier is er voor u een grens dat u denkt van ja, nu is het voor mij niet veilig? Ik bedoel, wat moet er gebeuren voordat u thuis bent? Ja, er moet heel veel gebeuren, want ik werkte 10 jaar en je neemt iedere dag iets meer risico. En het wordt ook steeds meer een normaal beeld voor jezelf. En dat is ook een van de grote gevaren voor jezelf. Dat je de echte gevaren niet meer zo makkelijk onderkent, omdat je er gewend aan raakt. Maar u heeft toch ook 2 beveiligers die met u meelopen? Dat was in het begin wel het geval, de eerste paar jaren wel. En 7, 8, 9 maanden in Afghanistan is heel erg lang. En als je een gezin thuis hebt, dan kiezen sommige mensen er ook voor om uiteindelijk op te zeggen en niet meer mee te gaan. Want even voor de duidelijkheid, u heeft een vrouw en kinderen in Baaksum. Klopt. En u gaat zelf dan die kant op. Ja. Uw vrouw gaat niet mee. Nee, dat heb ik er in principe ook verboden. Je weet zelf hoe het daar is. En daar wil je je gezin, als het kan, niet aan blootstellen. Dus ik ga daar zelf naartoe en kom op geregelde tijden dus terug naar Nederland. Ja, want u bent daar safraanteler, bent ondernemer. Zouden jullie weten wat dat is, een safraanteler, als je dat zo hoort? Nou, safraan is een specerij. Ja. En in principe is dat bedoeld om, safraan zou een alternatief zijn voor de papaverteelt. De papaverteelt is enorm groot dit jaar. We zitten dicht tegen de 200.000 hectare aan. En safraan zal dat nooit kunnen vervangen. Maar je moet natuurlijk wel een keer een begin maken met het ontwikkelen van... Het zou een alternatief zijn voor de bevolking daar. Ja, voor de bevolking daar. Omdat het heel erg arbeidsintensief is. En het is een cash crop. Ik bedoel, je kunt... kilo safraan brengt daar ongeveer $2.500 op. En dat is heel veel geld in Afghanistan.
En je moet dus op die manier mensen wel aan de slag krijgen met een product wat ze eigenlijk via de export de wereld in kunnen zetten, maar waar ze wel voldoende geld voor krijgen. Helaas kan op dit moment papaver niet, of safraan niet concurreren met papaver. En, de opium eigenlijk? De opium, ja. Want het gaat over de lokale boeren, even voor de duidelijkheid. Die waren altijd in de opiumindustrie. Dat heeft natuurlijk heel veel criminaliteit en illegaliteit met zich mee. En die moeten om. Die safraan. Dit is een alternatief. Ja. Het wordt geprobeerd, het wordt ook geaccepteerd. Wij kunnen natuurlijk niet zeggen tegen die boeren, je moet daarvoor kiezen, want dan heb je natuurlijk ook Taliban de volgende dag naast je staan. Dus je moet die mensen eigenlijk wel bewegen om die richting op te gaan. Moet je zeggen dat u een ontwikkelingswerker bent? Ja, dit wordt allemaal gefinancierd door Buitenlandse Zaken en dit is eigenlijk puur ontwikkelingswerk. Ja. En, maar ook die fondsen voor dat ontwikkelingswerk, die nemen zienderogen af. En dat betekent dus gewoon in de komende jaren dat dit soort projecten gestopt wordt. Want u heeft eerst ook in Oeruzgan gezeten. Ja, ik heb 7 jaar in Oeruzgan gezeten. Ik heb op Kamp Holland gewerkt. En van daaruit gingen we dus naar buiten en hebben daar dus die projecten met die boeren opgezet. Want die regio die gingen wij opnieuw opbouwen en we gingen die mensen weer nieuw perspectief. Ja. En inmiddels zijn wij daar weg en u durft er niemand te komen. Nou, we hebben met z'n allen besloten om er naartoe te gaan. We hebben daar heel veel ontwikkelingswerk verricht. Ook met hele, hele goede resultaten. Maar vervolgens hebben we ook met z'n allen besloten in 2010 om daar te vertrekken. En op het moment dat je vertrekt, dan geef je natuurlijk wel prijs dat je je projecten niet meer zeker kunt stellen en dat je de zaken niet meer kunt handhaven. Vond u dat geen goede beslissing toen? Nou, dat was op dat moment niet zo'n hele handige beslissing. Want het is ook natuurlijk een stukje kapitaalsvernietiging wat er plaatsvindt. Je bent eigenlijk voor niks geweest. Nou, zo zou ik het niet willen zeggen, want er zijn ook heel veel ontwikkelingsprojecten tot stand gebracht die nu nog steeds goed gaan en die anders niet tot stand zouden zijn gekomen. Meneer Kuipers, waarom doet iemand dit? Waarom doet u dit? Dat vraag ik me altijd de eerste dag als ik zelf terug ben in Oeruzgan ook af. Als ik naar buiten ga en ik ben 2 weken niet daar geweest en dan krijg je natuurlijk wel wat inlichtingen van de inlichtingendiensten, hoe de situatie buiten is. Maar dat is dan toch uit de tweede of de derde hand, zal ik maar zeggen. En als je dan naar buiten gaat de eerste dag, dan denk je, waarom doe ik dit ook alweer? Ja. En ik moet eerlijk zeggen, het is een manier van ondernemen. Zeker. Want we hebben een bedrijf dat eigenlijk moeilijke dingen doet in moeilijke omgevingen. Dat is een manier van ondernemen. Het is ook een uitdaging om dingen voor elkaar te krijgen die eigenlijk niet of nauwelijks te organiseren of te regelen zijn. Beetje avontuur zit er dan in? Dat zit er zeker in. Avontuur heb je daar iedere dag. Want daar weet je de ochtend niet wat de middag je brengt, zal ik maar zeggen. Wat is het gevaarlijkste wat u daar heeft meegemaakt? Nou ja, we zijn bij een inval betrokken geweest in Kabul. Waar Taliban een hotel binnenviel met uiteindelijk met een heel aantal doden. En maar goed, ook bermbommen, dat soort zaken. Je maakt wel wat mee. Maanden geleden bent u nog overvallen? Ja, dat ook dat. En, wat gebeurde er? Nou ja, ik kwam terug van kantoor in Kabul en toen hadden een paar mensen het idee om mij de laptop af te nemen. En van de man achter me zijn attaché-koffer. En En u bent beveiligd en u wordt toch over. Nee, in Kabul ben ik niet beveiligd en in Oeruzgan ook niet meer. En we doen ons ding, zal ik maar zeggen, op onze eigen manier. Maar je bent met de schrik vrijgekomen. Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Met wat lichtere verwondingen zijn we weggekomen. Ja. Want dan zou je bijna zeggen, het lijkt alsof je het voor het avontuur doet. Want waarom zou je daar anders heen kunnen gaan? Of zit er als ondernemer ook nog een perspectief? Nou, dat kijk, je denkt van daar een slaatje uit te slaan. Nou, dat slaatje uitslaan, dan kun je beter een ander land kiezen, zal ik maar zeggen. Het is wel ondernemen, puur zang. Want wil je in Nederland wat regelen en je wilt morgen 10 ton kunstmest op je bedrijf hebben, dan is 1 telefoontje genoeg. In Afghanistan betekent dat vaak gewoon weken wachten of je het überhaupt wel krijgt op je locatie. Maar ja, het is wel een manier van ondernemen. En we stappen wel uit dat ontwikkelingswerk, want die fondsen die nemen zienderogen af. En je bent ook niet zeker tot wanneer die fondsen lopen, want ik bedoel, dat zijn toch heel vaak beslissingen door de overheid. En die denkt er vandaag zo over en morgen zo. Dus ja, daar kun je ook heel moeilijk een bedrijf op bouwen. Maar je moet dan toch, of er valt heel veel geld te verdienen, of u bent echt verslaafd aan het avontuur. Nou ja, dus je raakt wel een beetje verslaafd aan het land, zal ik maar zeggen. Op het moment dat je de resultaten boekt, in een land waarvan men zegt, dat is onmogelijk om dat soort resultaten neer te zetten. Ja, dan wordt het wel verslavend. Op het moment dat je ze neerzet,
om op verder te gaan. Ik zit te denken. En dan zit u de rest van het jaar in Baaksum. Maar wat zegt uw vrouw als u... Ja, nee, toch serieus. Als u terugkomt. Nou ja, die zegt dan eigenlijk tegen mij dat ik een paar dagen toch iets rustiger aan moet doen, zal ik maar zeggen. Want ja, heb je toch nog iets wat te veel adrenaline in het bloed als je thuis komt. Hey, ja? Je krijgt dat ook niet uitgelegd, toch? Dat hoor je nee, altijd. Nee, dat is heel lastig. Ik bedoel, dat is heel... Die uitgezonden zijn, we kunnen er met niemand over praten. Want je... Nee, dat is ook heel lastig. Ik bedoel, je moet er geweest zijn om het te kunnen begrijpen. Ook hoe het land in elkaar zit, hoe de mensen zijn, hoe enorm groot de problemen zijn. En ja, daarvoor moet je eigenlijk een keer daar zijn geweest. En ja, maar ik raad het in ieder geval andere mensen niet aan. Nee, uw eigen kinderen ook niet? Nou ja, mijn jongste dochter is in onder de herfstvakantie een weekje met me mee geweest. Alleen in Kabul. We hebben eigenlijk een beetje de route gevolgd die Floortje Dessing destijds daar ook gevolgd heeft. Dat reisprogramma. Dat reisprogramma, ja. En ja, om zij wilde wel eens zien, na 10 jaar afwezigheid van mij, zal ik maar zeggen, thuis, wat ik daar eigenlijk deed. En mijn vrouw had het haar toegezegd. Ik had het haar in principe verboden. Maar uiteindelijk heb ik ook maar ingestemd. En ja, dat was natuurlijk voor haar een enorme ervaring. Oei, als het virus nou maar niet overslaat. Nou ja, ik hoop het niet. Ik hoop het niet. Ja, en u gaat niet meer terug natuurlijk. Jawel. Ik ben nog twee weken in Nederland en dan gaan we gewoon verder. Want we hebben eigenlijk nu een nieuw project in Kabul. En we gaan daar in samenwerking met de Verenigde Naties, eigenlijk met de Wereldvoedselorganisatie, gaan een fabriek bouwen. En we gaan daar een soort, ik noem het maar gemakshalve, een soort pindakaas produceren voor kinderen van 0 tot 5 jaar. Want de sterftecijfer ligt op 20% in Afghanistan. Wereldwijd een van de hoogste sterftecijfers voor kinderen. En we gaan dus in samenwerking met de Wereldvoedselorganisatie daar die fabriek runnen. Dat is een soort private-public partnership. En wij produceren en zij distribueren in het land. Ja. Ondernemer, idealist en avonturier in één. Luc Kuipers, heel veel succes daar. Ja, hartelijk dank. Je kunt nog net naar het OLS. Volgende week hier.